politieke geschiedenis in 100 tekeningen. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn er ook audiovisuele momenten te zien. En heeft Gerard ook een aantal werken geselecteerd die eigenlijk weinig of niks te maken hebben met die politieke cartoons, maar die persoonlijke werken zijn en ook die... Zeg met de hand op het hart, ik en wij hebben u nodig, uw ogen, uw pen, wij kunnen dat goed gebruiken. Blijf dus vechten tegen onrecht en blijf vooral ook vechten voor schoonheid, zoals u dat zelf altijd zegt. Ik wil u danken voor alles wat u ons al heeft gegeven. Soms neuriet er een onverlaat binnensmonds rebels refrein. En wellicht zijn er velen die buigen, met een voorhoofd tot op de grond, met een kont in de lucht, die de macht luid opprijzen, maar terzelfde tijd een stille scheet laten in woordeloos protest. Gelukkig heeft Gal andere uitdrukkingsvormen gevonden voor zijn protest die ons ongetwijfeld ook aangenamer zijn. Hoewel het niet zijn bedoeling was, plaatst hij zijn werk hiermee binnen een oude traditie. Je suggereert, heb ik de indruk dat ik hier niet blijf staan en dat ik moet gaan werken en hard werken. Om dat te doen wat moet gedaan worden. Dus lang ga ik niet spreken. In ieder geval de nestwarmte en de kundigheid en het vakmanschap wat Curieus hier tentoonspreidt met mijn tentoonstelling en ook voor het boek. Daarvoor dank en ook voor al jullie die gekomen zijn om naar deze tentoonstelling te kijken. Dank u.